Racing Genk start tegen KV Mechelen met onder meer Walsh, Kastanje, Gerkens en Schrijvers. Een onuitgegeven en vooral jong elftal. We krijgen het vertrouwen genoeg. Dat blijkt dat we vandaag alle vier mogen starten aan de aftrap. Daar zijn we allemaal heel blij mee, geloof ik. Sibbe Schrijvers laat zich op het kwartier opmerken. Hij neemt een voorzet van Cagé op de slof, maar Bibau redt. Na 20 minuten dan moet Gorius geblesseerd naar de kant. Zijn plaats komt verloren zoon Tournike Okriashvili. Vlak voor de rust maakt Genk het verschil. Timothy Kastanje zet zich goed door op rechts en schildert de bal op het hoofd van Sekou Cissé. 1-0. Cissé is niet 100% fit, maar scoort toch. 80% je n'est pas loin de 100%. Donc je l'ai dit, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais face à une équipe de Malines qui était bien en place en première mi-temps, on n'a pas vu une équipe de Genk qui a vraiment tourné. Mais je pense qu'avec le but que j'ai marqué deux minutes avant la mi-temps, ça nous a beaucoup aidé. In de 63e minuut verdubbelt Pieter Gerkens de score. Met een buffelstoot geeft hij Bibau geen kans. 2-0. Ik zag de bal naar de zijkant gaan en ik zag een gat waar ik helemaal alleen ging zijn. Ik ben er gewoon ingedoken en de voorzet van Cagé was perfect. En ik denk dat ik hem alleen maar moest binnenkopen. Die detente, dat mag er wel zijn, hè? Goh ja, als jij het zegt. Ook Mechelen krijgt kansen. Hier moet Veselinovic altijd scoren. Maar ook Keuteles speelt een sterke partij. Mechelen valt dan nog eens met zijn tienen. En dan geeft opnieuw Cissé het genadeschot. 3-0. De Genkse aanhang kan en wil terugjuichen. En dat voelen ze ook op het veld. Dat is voor een voetballer heerlijk en dat hebben we de laatste wedstrijden wat gemist. Voor mij was dat de eerste keer dat ik speel met de supporters. En ja, we voelen de sfeer op het veld en ja, dat geeft extra motivatie. Door de winst klimt Genk naar een gedeelde vijfde plaats.